Wilma en Roger Smees hier bij Wilma Running in Sittard. Jullie tip voor de Egmond runners? Nou, de tip voor de wedstrijdlopers is dit jaar hard te starten. En waarom is dat? Eerst was er het lusje door Egmond, de 3 kilometer door Egmond. Dat is dit jaar veranderd, dus je gaat starten gelijk vanaf de boulevard het strand op. Dus zorg dat je daar mee bent in de juiste groep. Dus hier heb je ontzettend veel kracht als je op het strand zit. Mooi uit de wind houden. Dus enkel voor de wedstrijdlopers hard starten. En Wilma? Mijn tip is voor de breedte sport, zeker nu in het noorden best wel het ijzig is, smeer je ook goed in met een goede crème, met name ook het gezicht, je buik, je knieën dus, en de Achillespezen, toch om een beetje al wat voorverwarmd aan de start te staan. Probeer ook in het spoor te blijven van je medeloper, probeer je ook uit de wind te lopen en probeer ook je ritme te vinden op het strand, dus ga geen te snel lopen, maar probeer echt het cadans, ritme en probeer ook uit de wind te lopen. Kijk. Ik wens dan jullie heel veel succes. Als oud-winnares. Juist.